Even je naam graag en je leeftijd. Ik ben Jip van Berkum en ik ben 13 jaar. Je zit in de eerste klas? Ja. Je hebt net het ikbenoffline.nl ganzenwoordspel gespeeld en je hebt gewonnen. Ja, zeker. Vertel eens wat opdrachten, wat werd er allemaal gevraagd? Het was eigenlijk een soort van, je moest ganzenbord spelen. Alleen dan op een wat leukere manier, zeg maar ganzenbord 2.0. Er waren cijfers en als je op een bepaald cijfer kwam, moest je een papiertje pakken. En op dat papier stonden dan per cijfer de opdracht die je moest doen. Je had bijvoorbeeld volgens mij bij 49 moest je vragen aan mensen of ze lijden aan social media stress. Wat is dat? Volgens het spel? Volgens het spel houdt het in dat, dat je soms zoveel op social media zit, dat het soms wat stress kan opleveren. En dat je bijna dat je daar stress van krijgt. Dus dat het soms iets te hectisch wordt. Ken je dat of herken je dat? Ik zelf niet. Maar ik denk wel dat er veel kinderen zijn die soms zoveel op het internet zitten en zoveel social media gebruiken, dat die dat ze dat wel hebben. Oké. En nogmaals, je was de eerste van je hele klas die won. Ja. Wij zijn allemaal een beetje aan het kijken naar methodes. Hè? Hoe kan je nou mediawijsheid aan leerlingen leren? Wat vind je van deze methode, zo'n ganzenbordspel? Het is wel een leuke methode. Wat ik al zei, een soort van ganzenbord 2.0. En ik denk als je zo tegen iemand zou zeggen, ja, wil je weten wat mediawijsheid is? Ik denk dat heel veel mensen zouden zeggen, nou, dat hoeft niet. Maar op zo'n manier, ik denk, met een spel, dan wordt het toch gauw wel leuker. En dan is het ook wat interessanter voor kinderen. Goed zo, hartstikke bedankt.